bij huiswerken biedt kansen. Zo heb je minder reistijd, hou je meer tijd over om leuke dingen te doen en versterk je ook nog het lokale bedrijfsleven. Goed voor iedereen dus. Pak jouw kans en kom in contact met het Alfense bedrijfsleven tijdens de Week van het Werk. Kom mee, dan laat ik zien wat we in huis hebben. Op onze stage- en baanbeurs maken VMBO, HAVO, VWO en MBO-leerlingen op een leuke en interactieve manier kennis met het Alfense bedrijfsleven. Op deze manier willen wij leerlingen enthousiast maken om werk in de buurt te zoeken en meer tijd over te houden voor hun studie, vrienden en hobby's. Elk jaar worden bedrijven met een hart voor sociaal ondernemen in het zonnetje gezet en wordt de hartstikke sociaal bokaal uitgereikt. Dit jaar vond het evenement plaats bij Zeeman, waar staatssecretaris Tamara van Ark aanwezig was. Ik zou zeggen, deel ook je ervaringen. Van elkaar leer je ook waar je tegen aangelopen bent en wat je eventueel kan veranderen. We reizen terug in de tijd en stappen uit in Archeon. Hier kunnen VMBO-leerlingen een kijkje nemen in de toekomst op de Go For It beroepenmanifestatie. Op deze beurs staan verschillende beroepsopleidingen en werkgevers die informatie geven en waar je activiteiten kunt doen. Want door te doen kom je meer te weten over jezelf. Probeer het maar. Ondertussen proberen IT-studenten een razendsnelle internetverbinding in de middeleeuwen aan te leggen door middel van een straalverbinding tijdens de vierde hackathon. Ook wordt de toegang van het historische themapark voorzien van de nieuwste snufjes op IT-gebied. Digitalisering is ook voor ons museumpark van uiterst belang. We zijn dan ook heel erg blij met het resultaat van deze mooie bijeenkomst. En we vinden dat ook prachtig om daar mee te werken. Want we vinden ook dat de jeugd de toekomst heeft en daar werken we graag aan mee. In de mooie Adventskerk in het centrum van Alphen aan de Rijn kan je deelnemen aan inspirerende workshops, je oriënteren en jouw ideeën delen, vragen stellen aan specialisten, luisteren naar spreker en bekende Nederlander Henk-Jan Smits en krijg jij de kans om aan je netwerk te werken. Dit is het moment om een volgende stap te zetten met jouw plannen voor je eigen bedrijf. Onder het genot van een goed verzorgd ontbijt werden er goede tips gegeven en veel inspiratie uitgewisseld over de wet arbeidsmarkt in balans die vanaf 1 januari 2020 ingaat. Ook werd er gesproken over het aantal openstaande vacatures dat een nieuw hoogtepunt bereikt heeft. Wat betekent dit voor werkgevers in Alphen aan de Rijn en omgeving? In deze kennissessie gaven HR-specialisten hier antwoorden op, zodat je als manager goed voorbereid bent. In het gemeentehuis sluiten we de Week van het Werk af met een knaller van een evenement. Namelijk de Beurs van het Werk. Ben je op zoek naar een baan in de buurt? Of wil je je gewoon eens oriënteren? Hier krijg je de kans om lokale werkgevers te ontmoeten, deel te nemen aan leerzame workshops, vragen te stellen en je netwerk uit te breiden. De opkomst was een groot succes en wij kijken terug op een fantastische Week van het Werk. We willen alle betrokkenen en sponsoren bedanken. Wie weet zien we je volgend jaar weer.